Brinklieft is voor de vijfde keer achter elkaar op een beurs om een verslag te doen. Het is of Milaan, Eurolucci, of Frankfurt Light & Building. Dit keer is het weer Light & Building. Ik ben enorm benieuwd wat de merken weer aan nieuws en nieuwe technieken ons brengen. Deelbuis en die kap omheen draaien. Ik heb geen idee. Light & Building hebben we een heleboel nieuwe producten gezien. Het waren niet alleen nieuwe vormtalen die hier werden gepresenteerd, want dat viel eigenlijk wel een beetje tegen. Je ziet dat veel bedrijven de afgelopen 2 jaar hebben geïnvesteerd in het vervolmaken van hun LED-producten. Veel fabrikanten noemen ook het fabricaat van de LED-chip die ze gebruiken. En dat is wel fijn, want dat geeft een beetje een idee over hoe goed die lamp eigenlijk is. Ook de begrippen die een paar jaar geleden nog relatief nieuw waren, die beginnen nu ook mening te vormen. Een mening te krijgen. Dus hoeveel lumen geeft een bepaalde LED bij welk wattage? Hier achter me zie je een mooi voorbeeld over hoe verschillend LED's eigenlijk zijn. In intensiteit, maar ook in hoe goed ze de kleuren weergeven. In bundels. Je hebt nu met LED een heleboel mogelijkheden om ook het licht precies daar te krijgen waar je het wil hebben. Met de functie die het moet doen. Dat is echt nieuw.